Mijn naam is Rian Jansen. Ik ben docent lerarenopleider scheikunde en ik ben coördinator van de NASC deeltijd. Ik wil je namens het team iets vertellen over de opleidingen tot natuur- en of scheikunde docent. Met het diploma krijg je de bevoegdheid om les te geven in het tweede graads gebied. Wat dat inhoudt, lees je op de dia. De twee opleidingen, natuur en scheikunde, hebben veel gemeen. Hier zie je de samenstelling. Beide opleidingen hebben 8 modules. In de linkerkolommen van elk zie je de vakinhoud, rechts de beroepscomponent. Oftewel, links de natuurkunde of de scheikunde en rechts het docentschap. Zoals je ziet is er nogal wat overlap. Dat zijn modules die je gezamenlijk doet, natuur- en scheikundestudenten. Dat geldt trouwens ook voor alle vakdidactiek. Je moet de hele woensdag en de donderdagavond reserveren voor contactactiviteiten. Natuur en scheikunde is een extra leuk vak, ook voor je leerlingen, omdat er practica bij horen. Bij ons zitten die verweven in de colleges. De meeste vakcolleges hebben echter geen verplichte aanwezigheid. De practica zijn wel verplicht. Je kunt ze op afspraak komen doen en sommige practica kun je thuis, op je werk of op je stageschool doen. Stage heet trouwens werkplek leren. Daar zijn 3 blokken van. Als je al een baan hebt in het onderwijs, kun je ze op je eigen school doen. Anders hebben we bureau extern die een plek voor je kan reserveren. Onze deeltijdstudenten hebben een heel verschillende achtergrond. Er zijn er die gewoon een carrière switch willen. Anderen met een techniek achtergrond zijn toe aan een verandering, bijvoorbeeld naar meer contact. Een leraar met een ander vak, biologie ligt voor de hand, maar geschiedenis kan ook, die willen een vak hebben met meer carrièresperspectief. Een bevoegdheid natuur- en scheikunde biedt dat extra perspectief. Er ontstaan steeds meer grotere tekorten in de leraren scheikunde en natuurkunde. Geldt trouwens ook voor wiskunde. Dat betekent dat je WPL3 heel vaak al met een eigen contract kan doen. De HAN heeft een paar extraatjes. Zo is de deeltijd, is deeltijd flex. We kunnen samen met jou het programma samenstellen. Daarbij is niet alles mogelijk. We zijn namelijk een kleine opleiding. We hebben in totaal 150 studenten voltijd en deeltijd, waarvan er 50 deeltijdstudenten zijn. In overleg kunnen we een versnelling of een vertraging voor je regelen. In het onderwijs zijn ontwikkelingen gaande die steeds meer vakoverstijgende projecten bevatten. We kennen al langer NASC en Science, waarin de beta-vakken samenwerken. Dat is een van de redenen waarom dat we een dubbele propedeuse aanbieden. Dat maakt het eerste jaar wel extra zwaar met natuurkunde, scheikunde en wiskundevakken. Als je al een baan hebt, kun je met je werkgever een zij-instroomtraject aanvragen. Dat duurt 2 jaar, maar je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarin adviseren we je graag persoonlijk.
Op de volgende drie dia's laten we de vakinhoudelijke EVL's, dat zijn eenheden van leeruitkomsten, zien. Voor de techneuten onder jullie zullen veel thema's bekend voorkomen. Allereerst de gemeenschappelijke propedeuse. Dan de EVL's voor de natuurkunde. In de bovenste rij zie je de namen van de modules terug. Een paar verplichte vakken: lesgeven, vakdidactiek 1, schoolboekpraktica, onderzoeksvaardigheden en elektronica. En de EVL's scheikunde. Sorry. Samen met natuurkunde doe je bijvoorbeeld de schoolboekpraktica, de drie blokken vakdidactiek en de geschiedenis en de filosofie. Je mag trouwens bij de HAN altijd shoppen. Als scheikundestudent mag je bijvoorbeeld de EVL heelal volgen van natuurkunde. Dat komt dan als extracurriculair vak op je cijferlijst. Je mag er ook vakken bij een andere opleiding of zelfs bij een andere academie doen. Aangezien je nu niet in het gebouw kunt rondlopen, wat foto's. Linksboven zie je praktijkinstructeur Corrie ten Hoven bezig met een digitale les. Rechts is lokaal 2.19. We hebben drie praktijklokalen en een heleboel theorielokalen. En die theorielokalen zijn een beetje saai, is niet zoveel in te zien. En onder het kabinet. Altijd rommelig. In het gebouw is veel ruimte waar je kunt gaan zitten om te overleggen, te studeren of te relaxen. Hier zie je wat voorbeelden. Uiteraard is er een kantine en een grote studieruimte, waar ook afgesloten ruimtes zitten waar je in stilte kan werken. We gaan beginnen met de lessen op 2 september. Deels nog online vanwege de COVID-19. Op 26 augustus is er een introductiemiddag, waarin je docenten en medestudenten leert kennen. En er wordt informatie gegeven. Inschrijven doe je via Studielink. Als je nog twijfelt, kun je nog eerst een adviesgesprek aanvragen. En dat gaat via de HAN-link. Misschien tot ziens in augustus bij de opleiding Natuur en Scheikunde.